En natuurlijk ook weer tijd voor Radio Veronica's verkeersinformatie. Die man met die prachtige stem. Helaas schiet er wel eens een onbedoeld woordje tussendoor, maar daar heeft hij verder weinig controle over. Maar let op die stem, prachtig van klank en kleur. Hier is onze eigen Jules Roulette. Rob, goedemiddag. Goedenavond. Totaal 11 files in Nederland, zo'n 35 kilometer. A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Nieuwegein en knooppunt Oude Rijn, 5 kilometer door een ongeval. A2 Sertogenbosch-Amsterdam. Verdamme! 2 kilometer door een ongeval. A10 de Nieuwe Meer, Kontplein. Binnen Kringspier tussen Amsterdam, Schorterdijk en knooppunt Kontplein, 2 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 9 kilometer door een ongeval. A12 Utrecht-Den Haag, de paardenlulbaan tussen Hooggraven en knooppunt Oude Rijn, 3 kilometer door een ongeval op een aansluitende weg. A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkel en Rode Rijs en TU Delft, 2 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Praasviel en Zonzeel, 2 kilometer door een eerder ongeval. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder, 3 kilometer. A27, kut! Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen, 2 kilometer. A44, Wassenaar-Amsterdam tussen Sassenheim en Noordwijkerhout, 3 kilometer door een eerder ongeval. En de laatste erop van dit moment, A58, Breda-Tilburg tussen Gilze en Gorle, 2 kilometer. Goedenavond. Gaat steeds beter, hoor.